Hey mensen, Mark hier, Overhard Dynasty met vandaag weer een nieuwe video. Nou, vandaag geen reacties, geen persoonlijke verhalen. Nee, vandaag wil ik jullie wat meer uitleggen over de nieuwe dingen die inkomen in FIFA 18 Career Mode, waar EA gisteren wat meer info over uitgebracht heeft. Doe vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Deze video weer de 1000 likes aan voor middernacht zou ik enorm waarderen. We zijn op het moment dat ik dit inspreek nog zo'n iets meer dan 15.000 subs verwijderd van de 100.000. En dat is sick. Dat is echt enorm sick. Ik bedoel, er gaat een dag komen dat het gaat gebeuren. En dan weet ik niet wat ik moet gaan zeggen. Maar in ieder geval, we gaan het dus hebben over wat EA duidelijk heeft gemaakt met Career Mode specifiek. Over wat die nieuwe Frostbite engine die er sinds FIFA 17 in zit, daar onder andere voor kan betekenen. Het is allemaal in het Engels natuurlijk, daarom maak ik dit voor jullie zodat ik het jullie hopelijk uit kan leggen. En voor degenen die het gewoon niet gezien hebben, er is ook een video die wat meer uitlegt, althans die meer laat zien wat ik je zo ga vertellen. Ik ga hem je niet laten zien in deze video, want het is een content creator genaamd Chestnut Gaming die exclusief door EA is benaderd om die video te maken. Dus ik ga niemand daarmee naaien. Maar het eerste waar ze het natuurlijk over hebben, want een big deal is wat eigenlijk het main ding is voor Career Mode dit jaar, zijn die interactieve transferonderhandelingen. Nou, je ziet het eerste bericht, het transferonderhandelingsproces is compleet overal gekregen, bla bla bla. Dat gedeelte is allemaal leuk en aardig. Het tweede gedeelte is waar het interessant begint. With interactive decision wheels, you can now negotiate in person with opposing club and player representatives, including managers and agents, to strike a deal for that must-have addition to your squad. You can also delegate negotiations to your assistant from the new transfer shop if you don't wish to present in talks. Heel kort verhaal, wat eigenlijk te lang geschreven wordt door hen. Je hebt de optie om voor die cutscenes te kiezen, waarbij je zelf als het ware in persoon erbij bent. Jouw manager karakter versus de speler en die persoonlijke agent. Of je kan zeggen, ik stuur iemand vanuit de club die onderhandelingen doet. And that's about it. Dat is dus wat daar staat. To begin negotiations for a player, enter the transfer hub, select a player from the shortlist and make an approach. Once you enter these negotiations, there are two steps to concluding a transfer. Dus de twee opties waar ze het net over hadden. In persoon, in je kantoor, met de manager of vertegenwoordiger van de verkopende club afspreken om het bedrag van de speler te bepalen. Met het nieuwe besluitingswiel, wat je als het dus ware ook hebt van de journey, weet je wel, waarbij je telkens die keuzes maakte, kun je bijvoorbeeld een bedrag aanbieden. Je kunt eventuele voorwaarden toevoegen zoals een doorverkoopclausule. Nou, dit ken je natuurlijk in real life voetbal. Het bestaat dit al jaren. In Career Mode was het nooit een ding. Maar het is goed dat ze dat nu toevoegen. Waar telkens iets meer die stap richting een wat realistische Career Mode. Dus stel, we gaan even zeggen, City zou in jouw Career Mode Sanchez kopen. Ze kopen hem voor 60 miljoen. En er zit een verkoopclausule in van, laten we zeggen, 95 miljoen. Je kunt zulke soort dingen dus invoegen nu. Wat op zich een interessant iets kan zijn. Zeker als je er niet weet van, hoe lang wil ik iemand houden of wat dan ook. Of als iemand in goede vorm is, kan je persoonlijk, voordat je hem, je weet dat iemand gaat kopen en je koopt hem. Stel je koopt omdat je hem in dit shot kunt zien, Lukaku. Je denkt, Lukaku is nu al goed in vorm, dat blijft hij waarschijnlijk. Gooi die clausule lekker hoog. En als je weet dat hij goed in vorm blijft, kun je hem dus dergelijk voor die clausule gewoon verkopen. Dan ben je hem voor dat bedrag gewoon sowieso kwijt. Althans, vrij zeker kwijt. Dan heb je de tweede optie. Once an agreement is made on the transfer price, you can negotiate directly with the player and his agent. Je zal het niet alleen hebben over zijn loon en de lengte van het contract, maar ook over zijn rol in het team, verkoopclausules en nieuwe bonussen, zoals weet je, per aantal wedstrijden, per goal, clean sheets bonuses, as you offer and counter offer to strike a deal with a player. Nou, dit zijn goede dingen. Als je nu weet natuurlijk met Career Mode was het standaard zo, je bood de speler contractduur voor 4 jaar, bonussen dus per goal of assist, dat was 15 of 20% of 0% natuurlijk, en zijn loon. Dus loon, contractduur en salaris. Hebben ze dat nu iets specifieker gedaan? Je kunt daarvoor bonus geven. Wat voor een speler interessant kan zijn. Want natuurlijk, je hebt alle drie die opties. En appearances kan niet zo heel interessant zijn. Goal kan niet zo heel interessant zijn. Maar stel je hebt een speler die bijvoorbeeld, laten we zeggen, je koopt een jonge spits. We zeggen even Dolberg. Stel je koopt Dolberg voor jouw team en hij wordt de spits van jouw tweede team. Dan is goals misschien niet zo interessant, maar stel jij geeft aan dat hij 20 wedstrijden moet spelen, dan kan dat een haalbare bonus zijn en misschien iets wat aantrekkelijk kan werken voor hem om naar jouw team te komen. Dus op die manier kan je daar wat aan toevoegen. Dan hebben ze hier ook nog Dynamic New Clips, Power by Frostbite. Nou, dit zijn kleine touches aan Career Mode die niet je gameplay gaan veranderen, maar het zijn wel interessante dingen. Bijvoorbeeld als je nu een transfer maakt inderdaad, je geeft hem zijn rugnummer, Lukaku en nummer 9. Dit gaat voor een heel lange tijd in Career Mode leuk zijn, maar je moet bedenken dat er een punt komt in Career Mode dat jij spelers koopt die geen gameface meer hebben. Ja, dan wordt het een partijtje raar. Zeker met regenerated spelers. Maar ik vind het een goede touch van ze. Ze hebben veel geleerd van de journey en de cinematics die ze daarmee hadden. Want als je dan doorgaat, zie je onder andere, once the deal has been completed with both the club and the player and transfer your team, bla bla bla.
Dan zul je dus de presentatie zien. For example, when players move clubs, you see a new dynamic representation of their announcement on billing, including billboards, line-up shots for their new teammates, press conference presentation with the new manager. Ik moet zeggen, dit zijn goede dingen. Het geeft wat meer toe aan de gehele presentatie in de club, wat je ook met in real life. Dit is al een hele big deal van presentatie dit, shirt pose dat. Nou, dat gaat nog verder. Je ziet hier natuurlijk de GA. En dat brengt je ook bij het volgende. In addition to new transfer dealings, you'll also see new visual players win their league Player of the Month award. En where your team wins a title or a cup. Nou, wat ze ook al hebben laten zien, wat de screenshot hier niet direct bij staat, is ze hadden bijvoorbeeld bij Ronaldo hadden ze dan dat hij de speler van het jaar was geworden. Ook dat soort dingen. Dus het is niet alleen voor de Premier League, ze hebben dat voor alle competities dus, maar ook voor de speler van het jaar. Althans, dat is een screenshot die op Twitter voorbij komt. Nou, ook training is nu verbeterd. Ze zeggen hier met 15 plus nieuwe skill games in FIFA 18, waarschijnlijk dus gewoon 15. 15 plus klinkt gewoon interessant, daar ga ik vanuit. Is er meer variëteit wanneer het komt om je team trainen en spelen ontwikkeling. Create preset drills and assign it to certain players or specific groups, allowing you to model your development strategy of young players to enhance player attributes or manage your players' return from injury. Nou, wat ik ook bij EA Benelux hierover las, is het is meer dat een speler in een bepaalde vorm kunt trainen. Je had dit jaar natuurlijk zo dat bepaalde shooting dingen die goed werken, bijvoorbeeld chance creation had je en sharpshooting. Nu kun je bijvoorbeeld meer wat specifieker trainen. Je kunt iemand bijvoorbeeld meer een targetman spits maken of iemand een wat meer creërende spits die bijvoorbeeld minder sterk en zo gericht is. Het laat je toe iets specifieker te trainen. Ik ben hier benieuwd naar, want ik vond trainen dit jaar erg handig. Het was super, super handig om spelers gewoon in één seizoen bij te spreken soms 10 punten te laten groeien. En ik hoop dat het hiermee gewoon, zeker als gameplay interessant wordt, iets specifieker maken. Want deze training is eigenlijk vooral interessant als je de game echt kan gaan spelen. Want als jij bijvoorbeeld een bepaalde speler nodig hebt, dan kan je hem op die manier trainen. En dus ook beter op die manier gebruiken, hopelijk. Dat is waar dit meer naartoe zou moeten leiden, voor mijn gevoel. Nou, dit is iets wat ze al wel een keertje eerder aangekondigd hadden, de QuickTime subs. For the first time, you can easily make changes in-game without having to pause the match with the new context-based subs. Manage using preset substitutions before game in team management or take advantage of contextual substitutions with in-game prompts. Respond to conceding a goal or missing a chance with a quick sub to get back on the front foot without having to leave the match. Nou, dit is een vooral voor online wil ik zeggen ideaal, want offline is het niet zozeer een probleem als je hem moet pauzeren, maar ook dit geeft aan, althans, dit geeft mij hoop dat gameplay voor career mode interessanter kan worden. Want, kijk, ze vernoemen het wel. En het kan heel goed irrelevant zijn natuurlijk, dat besef ik me volledig. Maar wat ik hoop voor career mode is dat gameplay dusdanig goed is dat je ook bij career mode het gevoel hebt dat je hem niet wil moeten pauzeren omdat je in die flow zit, dat je die goal terug moet pakken. Of dat je juist die ene extra goal moet scoren om beter doelsaldo te krijgen voor de return. Ik zeg maar wat, maar het is meer van, dit zou wel toe kunnen moeten voegen. En dat sluit aan bij het volgende. New team styles. New team styles come to life in FIFA 18 career mode and show immediately to recognize some of the world's best known tactics on the pitch. You'll see clubs' authentic playing styles recreated, feel changed defensive and attacking approaches when you choose a new team or take on a new opponent throughout your career. And here adaptive commentary which references teams' style of play. Dit is waar ik op hoop dat het career mode echt kan verbeteren. Ze hebben het hier heel duidelijk over specifieke teamstijlen per team, bepaalde commentary lines, dan moet ik toegeven dat kan me echt niet heel erg veel schelen op dat gebied. En ik hoop dat je dit merkt. Dat je bijvoorbeeld tegen Real Madrid geniaal countervoetbal tegenkrijgt. Of dat Barcelona heel erg sterk is met passing en balbezit. Of dat Chelsea, en dat bedoel ik niet als park de buschap of zo, maar dat Chelsea erg sterk staat verdedigend. Zo zijn er zat dingen, weet je wel. Ik hoop dat je dat ook echt merkt en dat dat de gameplay interessanter maakt. Het was dit jaar zo vaak dat de CPU gewoon maar een beetje rondpaaste, amper kans creëerde. Dit zou een opening kunnen zijn voor wat interessantere gameplay in career mode. Ja, op een gegeven moment zullen nog steeds veel mensen games simuleren, omdat 15 seizoenen career mode is mega veel games. Maar dit zou een goede opening kunnen zijn. En zeker voor mensen die career mode series doen en uploaden, in plaats van het alleen streamen, wat ik nu ook doe. Dit zou het interessanter kunnen maken om er wat meer een serie van te maken waarbij het ook echt speelt. Dus ik hoop dat dat het geval is. Nou, ze hebben het ook over atmosfeer, authenticiteit en regionalisering. Dit is wat meer iets specifieker waar je niet heel veel van merkt. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde chants voor vrije trappen in Spanje, Duitsland, Portugal. De dingen voor de Noord-Amerikaanse competitie zitten nu in het pakket. Daarvoor je nieuwe chants voor MLS en La Liga Santander teams. Latijns-Amerikaanse regionen voor als goalkeeper of keepers daar vrije trappen nemen. Ik moet toegeven, dat is niet het meest interessante. Je ziet ook La Liga een nieuw broadcast pakketje. Ik moet toegeven, dat is niet het ideale. Maar dit is nog de video, die zal ik bovenaan in de beschrijving linken. Want gun die gozer's views en zijn likes. Hij heeft er nu al aardig wat onder hand. Het is een vrij exclusieve video en hij staat op hun website. Maar, korte samenvatting dus. Wat ze hebben verteld.
De verbeterde transfers onderhandelingen waarbij je zelf kan kiezen of je er in persoon bij bent, dus voor die cutscenes, of dat je iemand vanuit je club stuurt. Dynamische clips zoals bij de spelerspresentatie of wanneer je die newsfeed ziet in je career mode waarbij een speler een club is gejoined, dan zie je eerst de animatie en daarna de tekst die je anders er altijd bij zag. Voor speler van de maand, voor elke competitie en speler van het jaar zit het erin. Nieuwe trainingsdingen, snelle subs waarvan ik hopelijk een tip is van dit zou kunnen hinten van meer intensieve, spannende en dus snellere gameplay. Team styles, dit zouden we moeten maken qua gameplay voor career mode hopelijk. Ik hoop echt dat dat wat doet. Anders is career mode gewoon weer een jaar heel, dan weer een heel jaar gewoon dood. En wordt het pas weer gespeeld aan het einde zoals dit jaar veel het geval is. Maar ik hoop dat dat wat dingen duidelijk heeft gemaakt. Als dat niet zo is, laat het dan vooral achter in de comments. Dan kan ik of een ander je vraag beantwoorden. Ik ga proberen nog zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar op dit moment dat je dit ziet, zit ik in Berlijn. En wordt het dus even wat moeilijk. Maar ik ga wel mijn best ervoor doen. Anyway, ik zie jullie hopelijk morgen weer bij een nieuwe video. En zondag ook. En dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik zie jullie later. Joe.